Vertonghen. Flap. Goed weggedraaid. Maar dan iets te veel tijd nodig. Dus afgetroefd door Sangaré. Schot van Veerman zit erin. En dan is het zomaar 3-1. Veerman scoort. Fout van Flap. En PSV zat alweer wat beter in de wedstrijd. En zal hier toch ook weer energie van krijgen. Ach, balletje, buitenkantje voet. Romero 1 tegen 1 met Stankovic. En dus is het 2-2. Wat is dat toch een klasbak. Maxi Romero. Deul zit mis. En dan is het 1 balletje buitenkant voet van Ledesma. Geen buitenspel. De klasse druipt er vanaf. Dat weer een tweede pik van de RKC. Niet zo gevaarlijk als die met Kramer, maar toch. Die is binnen. En de wedstrijd daarmee ook. En hij maakte er nog geen dit seizoen. Maar nu dan dus wel. De aanvoerder van PSV richting Sangaré en daarachter de gelijkmaker Gutierrez maakt hem. Het is 1-1. Vroeg in de tweede helft. Het doelpunt van de Mexicaan. Uit een standaard situatie. Vroeg in de tweede helft dus. Even kijken of alles correct is. Dat is de vraag wie die bal gaat verlengen uiteindelijk. Sangaré geen buitenspel op het moment dat die bal van de voet van Gakpo vertrok. Dus zal dit doelpunt blijven staan. Geen kans voor Stekelenburg. Gakpo kan die bal heel gemakkelijk onderscheppen. Zwakke bal van Martinez. Gakpo. Alvarez glijdt weg. Cody Gakpo en gelijk raak. 2-1 PSV. Binnen een minuut draait de Eindhovenaar het om. Doelpunt ingeleid. Door een wat laconieke crosspaas van Lisandro Martinez. Onderschept door Gakpo. En via een individuele actie van de aanvoerder van PSV. De Eindhovenaar op voorsprong. Zonder druk. Zomaar op de borst. Van Gakpo. En daar begint hij aan zijn demarrage. En vervolgens de droge knal. Haaks geschoten uit de heup. Fraaie goal. Ook hier. Grote dosis intelligentie. Vrolijkheid aan de linkerkant nu van het stadion. Weer Jong PSV met Leijsen. Bakayoko, vrijwel uit stand en een schitterend doelpunt. 14e doelpunt van het seizoen voor Bakayoko. Die zich dus meteen laat zien als invaller. Zo is het een aardige wedstrijd in het eerste kwartier. En is hier een hele mooie aanval van Jong PSV en ook een doelpunt. De treffer van Richard Ledesma. Die er zo lang uit was. Het is zijn eerste doelpunt sinds september 2020. Afgelopen weekend nog invaller in PSV 1. Dan weer Jong PSV. De wedstrijd is wel ineens levendig. Omdat ook Jong PSV zich ermee gaat bemoeien. Hier komt de herkansing voor Thomas. Twee man het bos in, kan hij afdrukken en nu schiet hij hem binnen. En zal niemand dit terugdraaien. Dat is een goede goal van de linkerspits. Die zo even al de 2-1 dacht te maken. Dat ging nog niet door. Hoogst twijfelachtig. Nog een half uur te spelen. Brugts. Patiwaal. Ziet een opening om uit te halen en doet dat. Helemaal niet slecht. En dat is eigenlijk een understatement. Goed gemikt. Van een meter of 20. En Dinkla. En Alkmaar moet met zijn tienen verder. Inmiddels is Desiree van Lunteren in de ploeg gekomen. En die doet dit. Desiree van Lunteren met de 3-2. Gaat stoppen met voetbal. 13 jaar op het hoogste niveau gespeeld. En wat is het dan een mooi verhaal dat zij deze wedstrijd beslist.